Ja, zee. Ja, nou, dat is leuk, zeg. Oh, geweldig, zeg. Nou, nou mij ook eens even. Oh, joi. Oh, nou, geweldig, hoor. Jongen, nou, die oude stukken waren heel erg leuk, hoor. Nou, wat is dat gezellig, hoor. Allemaal. Nou, het is weer vrijdag, dus weer, weer tijd voor een nieuwe aflevering van Onder het Luifeltje. En vandaag zit naast mij Harry Boerenkamp. Bron en water. Ja. En Love Friday. Ja, nou, Harry, we kennen elkaar eigenlijk al heel lang uit het uitgaansleven. En ik ben natuurlijk lang weg geweest naar Antwerpen. En dan kwam ik jou eigenlijk weer tegen op Facebook. En wat mij een beetje nieuwsgierig maakt, is van, ik zie altijd zo'n prachtig mooie foto's van jou. Eén keer in zo'n heel mooi middeleeuws kostuum Indiaan. En ook een hele mooie foto met Gert-Jan Dreugen. Dat is weer, ja. En dat maakte mij een beetje nieuwsgierig, zo van, wat is dit? Is dit allemaal? Dat zijn dus eigenlijk twee vragen in één. Maar dan heb je het over wat betreft de foto's en de twee shoots waar jij het over hebt, dan heb je het over Studio Eindhoven aan Zee van Hans. Die heeft twee reportages samen met Chris bedacht en gemaakt over mij. En dat zijn die hele klassieke foto's. Ze zijn prachtig. Echt heel erg mooi. Gouden eeuwstijl. Ja. Bij Kasteel Eckert, waar Jesper nog in de gracht is gevallen. Vandaar op de foto's. Oh, die was ik vergeten. Jespertje natuurlijk ook, hè? Jesper mijn gringo. En de andere serie was met de Indianentoy van Chris, die zij helemaal heeft gemaakt. Dat is dus die serie geworden. Zwart-wit allemaal. En dan de andere met Gert-Jan Dreugen, dat is film. En dat is een setfoto, die ook op het Eindhoven Dagblad heeft gestaan, van de sprookjes van Godfried Bomans. Oh, en daar speel je rollen in? Of? Daar was ik lakei van de koning, dus van Gert-Jan Dreugen toen, dat is al wel even geleden. Ja, want hij is al lang overleden. Hij is overleden, ja. En die foto is gemaakt op de Brink in Waalder. Oh, dus er waren drie filmpjes. Ja. In samenwerking ook met locatie, tractatie en de parade. Ja? En zo is dat langzaamaan opgestart. En in de filmpjes zie je dat op een gegeven moment ook steeds meer uitbouwen en professioneler en mooier worden. Plus, je mag niet zomaar iets verfilmen natuurlijk, want de rechten van de sprookjes moesten ook nog gekocht worden. En dat kwam met het fonds van het stimulansfonds van de film, wat er toen nog was. Ja, oké, nou mooi. Dat is wat je hebt gezien, ja. Ja, nee, ik was echt heel nieuwsgierig. Ik vind echt prachtige foto's. Och, kijk daar nou toch, daar hebben we de professor. Ach, zeg. Hallo. Oh. Yoga. En nu, juffrouw Annie. Het is hier nogal winderig. Haha. Wat een luchten. Haha. Wat een verschrikkelijke luchten. Valt mee. Dat is leuk hoor, zuster Annie. Nou, daar. Helemaal een stuk beter. Ja, gekke man. Nou, tweede vraag is eigenlijk altijd dezelfde vraag. Heb je een bucketlist? Nou, niet echt een bucketlist, maar naar tevredenheid vind ik het altijd wel leuk om dingen die op mijn pad te komen, eens weer eens te gaan bekijken, ook waar we het net over hadden, van misschien kunnen we dat wel gaan doen. En volgens mij zijn de verrassingen nog niet de wereld uit. Nee, maar lijkt me, ben jij ook niet de persoon naar, denk ik. Ik denk dat ook veel verrassingen op jouw pad komen. Ik denk het wel. Met hoe je bent en hoe je in het leven staat. Dus, dat er nog een leuke fotoshoot op de plank ligt, bijvoorbeeld. En we zullen zien. Als je dan zegt een leuke fotoshoot, hè, heb je dan iets in je hoofd en je zegt van, oh god, dat personage zou ik wel eens een keer willen zijn? Of, nou,
We zijn aan het denken over een mysterieuze tovenaar. Footsie, daar zijn we. Footsie, nou, daar zijn we van het bankje af. Ja. Nou, we gaan nog naar binnen even lekker hoeden passen. En ik zou zeggen, lieve mensen, tot volgende week. Ja, lekker kopje koffie, sisse. Ja, sisse. Doei. En Jesper ook. Doei.